Het Elohim Center is gevestigd in Veleveen en staat onder leiding van de inspirerende visionair Joke Notenbos. De Elohim Krachtplaats is bedoeld voor planetaire, individuele, kristallijne en multidimensionale verlichting. Voor het dienen van de wereldziel en voor het omslaan van het duale collectieve bewustzijn in een eenheidsveld van wereldvrede en wereldwelzijn. Daarvoor zijn de Pillars of Light nodig. De mensen die multidimensionaal, dat wil zeggen op al hun lagen, zich verruimen, openen en ontwikkelen. Op de laag van het innerlijk kind, de portemonnee, van de mentale en mind self, of de laag van het grote hart en geest. Steeds meer willen we ook als Elohim team en centrum een voorbeeld zijn en mensen aantrekken die diezelfde weg gaan. Want het is alleen die weg om op alle lagen bewust te zijn. Ook in de wereld van materie en innerlijk kind en emotie en geld. Op al die lagen bewust en verlicht te zijn. Het is alleen dat wat wereldvrede brengt. Wat innerlijke vrede brengt. Eerst is die vrede nodig tussen de lagen in onszelf. Tussen meester en emotie. Tussen meester en innerlijk kind. Tussen de engel in jezelf en je innerlijk kind. Eerst is het nodig dat we ons ware zelf worden. En al die lagen bewust zijn. En vanuit het grotere functioneren met onszelf en elkaar. Zodat ons innerlijk kind en ons portemonnee dienstbaar worden aan onze grotere ziel. En ook is het nodig dat we in eenheid met de natuur leven. Met onze dieren en plantenvrienden. Met ons voedsel. Zodat we het met liefde en aandacht en dankbaarheid verzorgen. Zodat we leven als in het oorspronkelijke paradijs. En op die manier willen we bij het Elohim Center, gedragen door de krachtplaats en de helende tuinen, willen we een voorbeeld zijn. Een voorbeeld voor de nieuwe aarde, voor nieuwe vormen van organisaties en bedrijven. Nieuwe woon-werkgemeenschappen die op alle lagen wijgevoel en eenheid kennen. In het hier en nu met elkaar leven. Volledig blij en vrij en onafhankelijk zijn. Terwijl ze zo samenkomen. Zo en voor elkaar kunnen zijn. En dat betekent dat in het mens zijn er ook schaduwgedachten en gevoelens opengetrokken gaan worden, aangekaart gaan worden, maar zonder oordeel, alleen maar om elkaar te helpen naar nog mooier te worden, een nog mooier engelenmens te worden, die bereid is voor het geheel te zorgen, een stukje voor de maatschappij terug te doen, handen en voeten daaraan te geven in de wereld van materie, niet alleen in mooie gesprekken, vanuit een mooi hart en geest, maar werkelijk in de stof om dat te realiseren. En daarvoor zoeken we medewerkers en bewoners die zo ver zijn, in het wijgevoel, op al die lagen, op al die dimensies, willen functioneren, die hun eigen inkomsten kunnen verzorgen en een voorbeeld kunnen zijn hoe we anders kunnen leven met elkaar, in eenheid met de natuur en alle hogere dimensies en spirits. Hoe er dan innerlijke vrede en heelheid en eenheid kunnen ontstaan. Hoe ook liefde voor de materie en het lichaam en het innerlijke kind belangrijk zijn. Hoe we daarmee anders om kunnen gaan dan we op school en van onze ouders hebben geleerd. Het is een nieuwe tijd en een nieuwe eenheid. En een stuk daarvan bestaat al op de Elohim krachtplaats. Daardoor voel je daar dat zachte liefdesveld. Krijg je veel meer inzichten en ben je dichter bij je eigen ware natuur en de fysieke natuur. Ook in het Lemurisch bos is een krachtplaats aan het ontstaan. Een Gaia, Christus bewustzijnskrachtplaats, die zijn weerga niet kent. Die allerlei mensen die in vrede met zichzelf en de natuur kunnen functioneren aantrekt.
gewoon natuurmensen. Dicht bij de droom van Gaia, dicht bij de aarde willen ze zijn. En ook die mensen helpen mee dat liefdeseenheidskritsysteem van wereldvrede, van aardeeenheid te realiseren. Want de krachtplaats heeft daarin een anker die ondergronds en bovengronds het collectief bewustzijn helpt veranderen. Maar des te meer mensen we op de Elohim krachtplaats wonen en werken, met des te meer aanhangers die thuis dezelfde weg gaan en ditzelfde enorme aardekrit versterken, we zijn, des te sneller zal wereldvrede een feit zijn.